Voor de hamstring, de bilspier, de onderrug en zelfs een beetje de bovenrug gaan we de deadlift doen. We gebruiken ook heel veel andere spieren in het lichaam voor stabiliteit. Maar vooral die hamstring, die bilspier en die onderrug gaan hiervan groeien. We starten met de voeten pal onder de heupen met de tenen best wel recht vooruit. En de makkelijkste manier om klaar te gaan staan voor deze oefening is door eigenlijk net te doen alsof je een deadlift doet. Hoe ziet dat eruit? We strekken de armen recht naar beneden en dan ga ik proberen met een rechte rug, heup een beetje naar achter te duwen en door de knieën te zakken. Zo kom je eigenlijk in een perfecte startpositie neer wanneer je de stang vast kunt pakken. Vanaf daar ga ik dezelfde beweging omhoog maken. Dus, heupstukje naar achter en ik zak door de knieën tot de stang de vloer raakt. Vanaf daar kom ik weer recht omhoog. Merk je dat de stang uit je handen glijdt? Dan kun je dat oplossen door simpelweg één hand om te draaien. Dat noemen we een mixed grip. En op die manier zul je merken dat je veel meer gripkracht hebt.